Na maanden van voorbereidingen werd op maandag 14 september het eerste Alzheimercafé van de gemeente Maarschouw geopend. De gouverneur kwam om de opening te verrichten. Blij dat het nu zover is dat het Alzheimercafé hier in Maasbracht geopend gaat worden vanavond. Ja, we zijn inderdaad heel blij dat we ook na de coronaperiode nu toch hebben kunnen zeggen van nou, we prikken de datum vanaf nu iedere tweede maandag van de maand. En ja, laten we maar in september beginnen. En gezien het aantal aanmeldingen en reacties, denk ik dat we daar nu ook daadwerkelijk aan toe zijn en dat we daadwerkelijk kunnen starten. Dit is het eerste. We hebben in februari een startbijeenkomst gehad. Vooral ook om te kijken of er, ja, hoe het zat met de belangstelling, maar ook om te kijken of er voldoende vrijwilligers waren. Het feit dat we vandaag de opening hebben, betekent ook dat wij er voldoende vertrouwen in hebben dat het gaat lukken. Nou is een Alzheimercafé iets wat de laatste tijd toch erg in is. Waarom is het zo belangrijk om dat te hebben? Nou ja, goed, als je kijkt naar het aantal mensen wat dementie hebben, volgens mij 1 op de 5, boven een bepaalde leeftijdscategorie. Ja, dan weet je, en je bekijkt dan als er iemand is die Alzheimer heeft en je weet dat er altijd mensen omheen zijn die daar ook bij betrokken zijn. Ja, dan weet je hoeveel mensen ook in onze gemeente direct of indirect met dementie, Alzheimer, te maken hebben. En dus is het belangrijk dat mensen die daar behoefte aan hebben, dat die zich ergens een plek hebben waar ze elkaar ontmoeten, waar ze kennis kunnen opdoen, waar ze kennis kunnen delen, ervaringen kunnen delen, zorgen kunnen delen, mogelijk elkaar kunnen helpen bij wat dan ook. Lotgenoot treffen is dus een belangrijk iets. Maar zit er ook een stukje voorlichting in en zorg? Ja, nou, zorg niet direct. Ja, zorg hebben we met z'n allen, denk ik, hè? Ja. Voor de hoeveelheid. Ja, ja. Voorlichting zeker, hè? Ik zeg al, één van de onderdelen is iedere keer kennis opdoen ook, hè? Vanavond is er een geriater aanwezig. Nou ja, die gaat van alles vertellen, denk ik, over ontstaan van Alzheimer, hoe dat komt. Ja. Hoe je daarmee om moet gaan. Dus voorlichting, informatie delen, kennis opdoen, ja, is één van de belangrijke onderdelen van het Alzheimercafé. Nou is het natuurlijk belangrijk dat de mensen voor wie het bedoeld is ook werkelijk daar gebruik van maken, als ze dat willen uiteraard. Hoe bereikt u die mensen? Nou goed, het gaat denk ik vooral via de mond-tot-mond reclames. Maar goed, we hebben natuurlijk via de eigen website. We hebben heel veel mensen die een mantelzorgcompliment krijgen. Hè. Die staan bij ons geregistreerd als mantelzorger. Dat zijn niet allemaal mensen die met dementie werken, maar natuurlijk wel een groot, dus het spreekt zich rond. En in alle eerlijkheid, wij zijn voor vandaag, hebben we zeer terughoudend moeten zijn met publiciteit. Want we kunnen maar, ik geloof, maximaal 1 of 22 mensen hebben. En dus ja, dus op dit moment is er nog een beetje voorzichtig aan met te veel publiciteit. Maar in de toekomst, als we de ellendige corona voorbij zijn, nou ja, goed, dan hopen wij dat het enorm gaat groeien. En wie weet blijft het dan niet bij één Alzheimercafé in op dit moment Maasbracht, maar ook in andere kernen. Maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Een opening van een Alzheimercafé, ja. En de gouverneur komt om te openen, zo belangrijk? Ja, ik vind het heel belangrijk. Het is zo dat Alzheimer natuurlijk alleen maar toeneemt in de samenleving en dus ook in Limburg. Gewoon aanwezig is, present is. En voor deze Limburgers die het hebben, maar vooral de mantelzorg die er omheen zitten, heeft het een enorme impact. En ik denk dat het goed is dat wij leren omgaan met Alzheimer als iets wat in de samenleving normaal voorkomt. Om daarmee ook angst weg te halen, normaliteit in te kunnen brengen. En eigenlijk iedereen zoveel mogelijk te kunnen blijven laten meedoen met datgene wat in Limburg aan de hand is. En dat vind ik leuk om dat hier ook nog te kunnen onderstrepen met een opening. Het Alzheimerscafé geeft het op meer plekken in deze provincie. Om het hier weer een zoveelste café te kunnen openen, fantastisch. Geopend. Je mag erbij zien. Heel veel succes met het Alzheimercafé. En ik denk dat dit inderdaad een initiatief is wat, als ik naar de vrijwilligers kijk, dat het nog jaren kan volhouden hier in Maasschouw. En dat alleen maar chapeau. Dank u wel.
de wethouder, complimenten met deze aanwinst in uw gemeente. Dank u wel. U zei het al, er zijn meer Alzheimer's café. Ja. Langzaam maar zeker beginnen er overal te ontstaan. Ja, ja. Is dat iets van deze tijd om daar zoveel aandacht aan te besteden? Ja, ik denk dat het in deze tijd, als wij toch ook weer leren om te gaan met aan de ene kant ziekte. En dat de ziekte ook normaal in onze samenleving aanwezig is. Je moet het niet wegstoppen. En een café kan het een beetje laten normaliseren. Aan de andere kant is er ook heel veel informatie over de ziekte en het omgaan met de ziekte. Wat je moet overdragen, want ja, je krijgt ermee te maken. Je hebt er niet voor gekozen. En dat komen steeds weer nieuwe dingen die ontdekt worden. Zaken die je beter kunt doen. Dan kun je maar beter die informatie op tijd hebben dan dat je er later achter komt. Is de combinatie tussen degene die voor de dementen zorgen en de dementen zelf tezamen in één bijeenkomst, is dat belangrijk? Ik vind dat heel belangrijk. Nogmaals, je moet die scheiding niet, je moet er niet doorheen knippen, zeg maar. En zeggen, ja. Dit is voor de een, dat is voor de ander. Doe dat gewoon in de gezamenlijkheid. En het is ook goed dat dat op die manier gebeurt. Het kan best wel een keer zijn dat je een bijeenkomst hebt voor mantelzorgers alleen omdat je iets technisch wil uitleggen. Ja. Dat zou best kunnen. Daar moet je ook niet zeg maar heel erg beroerd over doen. Maar als het samen kan, dat vind ik alleen maar beter. Het is ook, laten we maar zeggen, het is ook weer een stuk met elkaar bezig zijn, zaken samen ondernemen, nieuwe dingen met elkaar leren kennen. Het lijkt me een hele goede zaak. Het huis staat. We gaan nu wat met de meubileren. En gaan we aan de slag. We hebben een heleboel vrijwilligers. Daar zijn we heel dankbaar voor. De organisatie op zich die is zo goed als in orde. Nu moet het natuurlijk alleen een beetje meer bekendheid krijgen. En moet het dadelijk ook, zoals ik net al zei, iedere tweede maandag van de maand voldoende bezoekers trekken. En met name ook bezoekers die na afloop zeggen van nou, hier heb ik daadwerkelijk iets aan gehad. Ik ga wijzer naar huis dan dat ik gekomen.